Weet je wat ik niet snap? Dat er amateurs zijn die meer amateurbanden willen. Hoezo dat dan? Nou, PA0LTE vertelde mij laatst dat toen hij centamateur werd, dat er toen maar 5 amateurbanden onder 30 MHz waren. Alleen 80, 40, 20, 15 en 10 meter. Tegenwoordig hebben alleen de N-amateurs er al 3. Er waren toen trouwens ook nog helemaal geen N-amateurs. Ja, en dan moet je eens kijken wat er allemaal bijgekomen is. 137 kHz, 472 kHz, 160 meter, 60 meter, 30 meter, 17 meter en 12 meter. Aan de andere kant is het natuurlijk wel altijd leuk om er weer iets nieuws bij te krijgen. Tuurlijk.